Helemaal. 2 jaar, nee zelfs al bijna 2,5 jaar geleden ben ik deze stal gaan huren. En hebben we een heel Paddock Paradise van gemaakt. En we hebben het hier binnen ook helemaal staan opknappen. Helemaal schoongemaakt, geverfd, alles erop en eraan. Maar het is nooit echt af. En nu is het weer mooi weer. En kunnen we fijn aan de slag om het hier nog een mooiere plek voor ons en de paarden te maken. Dus ik ben vandaag met Iris! Yeah. Zullen we eerst het kiezelpad even afmaken? Ja, dat lijkt me wel. Want we hebben een heel mooi kiezelpad een tijdje geleden gemaakt. En de puntjes moeten even op de i gezet worden. Er hangt een zeil en het ziet er niet uit. Nee, laten we even naartoe gaan. Nou, we zijn dus op het Paddock Paradise. Dat is waar onze paarden verblijven. En het Paddock Paradise houdt eigenlijk in dat je op een beperkt stuk, wij hebben ongeveer bijna 1 hectare, op een beperkt stuk land, het zo indeelt dat je paarden toch heel veel kilometers op een dag lopen. Want paarden in het wild lopen makkelijk 20, 30 kilometer per dag. Heel veel. Bij ons lopen ze 13 kilometer per dag. Dus kom in de buurt. Soort van. We hebben eigenlijk een pad met allemaal steentjes. Hele mooie, ronde, grote stenen. Omdat het een masserend effect is voor de hoeven. Heel goed om verschillende ondergronden te hebben. En ik zal even laten zien waar we aan gaan werken. We hebben er een zeil onder gelegd. We willen even het zeil een beetje wegwerken. En dan gooi ik het allemaal even daar. Geen idee of ik bezig bijt. Disney prinses Iris. Nou, daar hoef je hem aan te houden. Je hebt een heerlijk lekkere zwarte vegel. Echt? Je bent echt goed bezig. Oh jee, is het alleen hier? Ja. Oh gelukkig, ja dat hoort erbij. Ik laat hem gewoon staan. Dat heeft naast ons, hè? Ja. Tada! Het ziet echt heel mooi uit nu. Zie je? Kom maar. Ja! Ja! Goed zo! Hier, op. Kom maar. Ja! Nou, dan ga ik er zelf overheen lopen. Oh, wat fijn. Mijn voeten worden gewoon gemasseerd. Het ziet er zo prachtig uit. Oh, ik ben blij paard. Als je nou gaat rollen, dan heb je een hele lichaamsmassage. Ja. Top. Juist! Nou, toch gelukt. Yes. Oh, nou wel het bewijs dat ze ook uit zichzelf overheen gaan. Het tweede waar we vandaag aan willen werken is dit deel van de stal. Dit allemaal willen we even goed aanpakken. Dit waarschijnlijk verven. Dit hoort zwart te zijn. Nou, dat is het niet meer. Hey Zen, hallo, kom jij even kijken. Misschien moeten we daar even een prikpauze zo neerzetten voordat we zwarte palen. Ja, inderdaad. Dat jij niet dadelijk een snorretje zo hier hebt van de zwarte verf. Ja, zit hier stevig? Verkeerde. Ja. Super stevig. Ja, dit is heel stevig. Ja. Dat krijg je net zoals ik het maak. Ik hoop heel erg dat mijn mooie hoefijzer shirt niet vies wordt. Nou, het ziet er wel een stuk mooier uit al. Ik kan mijn haar misschien ook eventjes moeten opsteken of zo. Dat ook geen werk in mijn haar komt. Maar goed. Hé hey, Moes, wat vind jij ervan? Ik doe allemaal van rare dingen. Joetje. Oh, nu ruikt het goed. Ja hoor, mevrouw Van Dam gooit even het potje met verf om. Oh, wat dom. De verf is opgeruimd. Ik ga dit eventjes anders aanpakken. Ik heb een rollertje gepakt. Ik hoop dat dan het wat sneller gaat. Ik ga even de puntjes op de i zetten. Dus even alle zijkantjes en zo doen. En dan ben ik klaar. Ah, echt heel chill. Het is af.
Het is helemaal zwart geworden. Ik moet er even aan wennen. En stiekem ben ik al best wel weer even op stal. Ik was hier om 10 uur en het is nu 8 uur verder. Het is namelijk 6 uur. En ik dacht, wat als ik nou in totaal 24 uur, de komende dagen dat ik dus tijd heb, de stal hier, ons paardenparadijs, ga opknappen. En dat is film voor jullie. Dan kunnen we op het einde kijken hoeveel er is veranderd in totaal 24 uur. Ik ga nu wel lekker naar huis toe. En dan morgen weer verder met het opknappen van ons paardenparadijs. Het is de volgende dag. Maar ik heb me een beetje verkeken op de tijd. Want ik heb deze ochtend een video geëdit voor de Hoefwijzer Club. In die video gaat mijn vriend voor het eerst vrijstressuur doen met mijn paarden. Het is echt heel grappig. En die video moest ik echt even afmaken. Oh. Yeah. Yeah. Oké, en nou, let him rear. Mommy, help me. Dus ik ben wat later op stal dan ik had gehoopt. Ik heb zo meteen ook een hoefwijzerdag. Er moet een staldienst gedraaid worden. Dus er moet hooi gevoerd worden. En er moet uitgemest worden. Oh jee. Ik moet even kijken hoe het allemaal me afgaat. Dames, jullie zijn vandaag bij mij op bezoek. Ja. En vind je het een beetje leuk? Ja, heel ja? erg leuk. Jij, Solana, jij bent ook lid van de Hoefwijzerclub. Je bent daardoor hier al een keer geweest op de fanclubdag. En Lena, dit is jouw eerste keer. Je gaat zo meteen ook voor het eerst vrijheidsdressuur doen, volgens mij. Ja. Ja, heb je er zin in? Ja, nou, we gaan dus beginnen met Noeren. We gaan dan zo meteen aan de kijkers laten zien wat jullie geleerd hebben. Laat maar zien. Ja, heel goed. Ja, een goeie nog een keer. Check. Ja, heel goed. Goed zo. Alle twee goed gedaan. Heel goed gedaan. Check. Goed zo. Heel goed gedaan. Ja, ja. Goed zo. Goed gedaan, Lena. En Noora natuurlijk. Ja, want Noora moet het allemaal maar doen, hè? Ja. Rare trucjes. Het is weer even later en ik heb het echt heel erg gezellig gehad met deze lieve meiden. Jij kan je ook nog aanmelden voor een Hoefwijzerdag. Hou mijn website even goed in de gaten. www.hoefwijzer.nl/events. Daar heb ik een agenda en dan zie je wanneer de dagen beschikbaar zijn. En ik zat zo te kijken naar wat ik gisteren geverfd heb. Dat het helemaal zo zwart is. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet zo mooi. En laat me zeker ook even weten wat jullie willen dat ik met die deuren ga doen. Nu je dit hebt gezien, zal ik dit zwarte nog helemaal doortrekken naar die deuren. Ik ben benieuwd wat jullie gaan zeggen. Ik heb trouwens een heel leuk idee gevonden op Instagram over een nieuwe snuffelplek. En dit is hem, van mevrouw Wiebelkont. Zij heeft heel veel leuke inspirerende foto's. En hier zie je dus een soort van snuffelhoekje. Eigenlijk heel simpel opgezet, maar het ziet er wel mega leuk uit. Waarbij je verschillende lekkernijen aan een paard kan aanbieden. Bijvoorbeeld ook kruiden. En het leek me heel leuk om dit ook zoiets te maken. Ik moet alleen even kijken of ik daar wel de juiste spullen voor kan vinden. Ik ben nu in de hoek waar... Oh jee, wat gaat gebeuren? Oh. Ik sta nu bij de plek waar ik het dus wil maken, bij de hoek. Hier is nog niet zoveel. Ja, jullie zien het wel. Ik doe maar wat. Oh, ik voel me echt sterk. Oh. Ik had roosters gehaald. Maar het lijkt me toch niet zo'n slim idee om dat hier als ondergrond te hebben. Ik wil iets hebben waardoor als de paarden aan het snuffelen en zoeken zijn, dat ze niet zo snel zand binnenkrijgen. Ik denk dat ik toch beter rubberen matten of tegels of zo kan vinden. Of voor zoeken op Marktplaats. Dus ik ga even kijken hoe ver ik kom. Maar ik ga het zeker niet af kunnen maken vandaag.
Dat begin is gemaakt, maar ik ga dus wel iets van tegels zoeken. Maar dit is wel een beetje het idee, alleen is het gewoon nog niet af. Maar ik ga nu lekker naar huis. Het is dag nummer 3. Ik dacht, laat ik maar een keer weer zo'n ander shirt aan doen. Maar ik heb er vandaag weer helemaal zin in. Dus ik ben het ook bij de bouwmarkt geweest. En ik heb rubberen tegels gehaald om het stukje waar ik gisteren mee bezig was af te maken. Ik heb nu super veel energie dat ik ook samen met een paard hier, bij Moos waarschijnlijk, even een vreugdedansje ga doen. Let goed op. Hier, kom. Ja, super, kom. Nee! Goed zo! Kom! Rup, kom! Kom! Hou vol! Rup. Kom maar! Kom er wel! Hij heeft er geen zin in vandaag, maar ik zal even beelden laten zien van deze week toen hij het echt super goed deed. Ja! Rup. Ja! Woehoe! Goed zo! Ja, super! Kom, kom, kom! Ja! Voor, kom! Woehoe! Knuffel! Ja, ik kon net kiezen tussen zwarte en donkergroene tegels. En ik dacht, zwart kan denk ik best wel warm worden. Groen misschien ook, maar misschien ook weer net een tikje minder. Dus ik ben toch maar gewoon voor groen gegaan. En ik ga eerst ook maar even kijken of het past qua afmetingen. Geen idee. Bijna! Dus ik ga dit maar even verplaatsen. Yay. Oh jee, Moos die komt alweer aangelopen terwijl ik nog bezig was met het afronden. Weet je zo. Moos, ik wil het eigenlijk mooier maken. Ik ben letterlijk 10 seconden klaar. En Moos komt meteen eventjes kijken, even testen. Oh, wat doet Tina? Gaat er helemaal overheen. Dit is wel echt goed, dat hij het even test terwijl ik er nog bij sta met mijn schep en zo, dat ik eventueel nog dingen kan aanpassen. Oh, Noora kan er ook aan. Echt een zette trouwens ook. Wat een gezellige boel. Kom maar mee. Gek, hè? Ja. Hallo. Oh, Moos. Oh, oh, oh. Ja. Oh, het is oké. Dat was even goed dat het gebeurde. En vooral ook met Moos, want Moos schrikt daar niet zo snel van. Nee, hè? Dat moeten we niet hebben. Oké, ik neem hem wel weer mee. Thanks Moos voor het testen. Heel handig. Kon ik meteen zien wat er goed en slecht aan is. Ik heb al brandnetel neergelegd. En ik heb ook wat, hoe heet het ook weer, smalle weegbree. Allemaal heel gezond. En dat ga ik nog even toevoegen. Het snuffelplekje die ik bij mevrouw Wiebelkont heb gezien is dus af. En dan ga ik kijken wat het volgende wordt wat ik vandaag ga doen. Het is ondertussen middag. Ik heb ook een patch opgedaan, want de zon is erg fel en ik wil me niet verbranden. Ik heb geluncht, ik heb de paarden hooi gegeven en nu gaan we door naar het volgende wat ik misschien vandaag wil maken. Maar het is best wel een groot klus, hou je vast. Femke Deulen heeft ook een heel goed account en zij heeft zo'n trap voor paarden. Super cool, zo'n trap die helemaal zo omhoog gaat en ook weer naar beneden. En aan de zijkant zijn allemaal planten die de paarden kunnen eten. Het lijkt me al heel lang cool om ook zoiets te maken, alleen heb je heel veel zand ervoor nodig. En het moet echt heel stevig in elkaar staan, want de paarden moeten er wel op kunnen lopen. En het is heel goed trouwens voor het paard om even te klimmen en dan weer naar beneden te gaan. Het is sowieso gewoon heel cool en leuk. Al maandenlang wil ik zoiets maken, maar ik dacht ja, ik weet niet hoe ik aan zoveel zand ga komen. Dat doe je niet zo 1, 2, 3, dat gaat niet zo makkelijk. Een paar dagen geleden had ik opeens zo pling, toen ik wakker werd, had ik zo'n idee van wat als we gewoon een trap naar beneden maken. En het hoeft echt helemaal geen diepe trap te zijn. Dus ik ga zo meteen, denk ik, in mijn eentje, want ik heb helaas niemand om me te helpen vandaag. Ik ga misschien een begin maken aan de trap voor de paarden.
Dit is de plek die ik wil gebruiken. Dat is dus naast de snuffelhoek die ik net heb gemaakt. Ik kies voor deze plek omdat ik hier dus al een keer een extra looppad heb gemaakt. We dachten eraan om hier nog een kiezelpad te maken. Maar het is best wel lastig om aan heel veel goede kiezels te komen. En het goede aan deze plek vind ik dat het dus een extra pad is. En ze er altijd omheen kunnen lopen. Dus mocht een paard, zoals Noora, die niet meer zo soepel in de lijf is, denk van nou, ik hoef niet van die trap af en dan weer naar boven. Ik loop er liever omheen, dan kan dat. En ja, wat ik nu ga doen, ik denk dat ik maar een beetje dingen ga opmeten en alvast begin met scheppen. Aan het einde van de dag ga ik denk ik echt hele grote spierballen hebben. Want dan heb ik trouwens al een klein beetje, toch? Ik wil een beetje zo'n cross trap maken. De treden worden best wel breed. Ik denk ongeveer 1,20 meter. Dat is best wel wat. Want het hoeft niet iets heel moeilijks te worden. Ik wil gewoon iets leuks creëren. Maar ik heb iets in mijn gedachten en ik weet niet of het gaat werken. Ik ben al een uur aan het scheppen en het gaat best wel lekker. Ik moet zeggen, ik kan nog wel even een uur door, denk ik. Ik ben ook bijna halverwege. Nee, dat klopt trouwens niet. Ik ben niet halverwege. Hij zal 7 tredes hebben en ik heb 1, 2 en bijna 3 gedaan. Dus nog net niet halverwege. Die vierde gaat wel echt het zwaarste worden, want dat wordt het diepste. En dan gaat het dan weer omhoog. Oh, maar ik vind het wel echt leuk. Ik zie echt al goede vormen in. Dus ik ben heel enthousiast en ik ga lekker door. Hey. Moos komt het even testen. Wat goed zeg. Wat vind je ervan? Moos het testteam. Kijk het dan gewoon gaan. Wat moet er verbeterd worden? Oh, lekker. Oh, Zedit komt er ook bij. Oh, kijk Moos dan. Jeetje, wat stil je weer de show. Echt hoor. En wat ik ook nog ga doen uiteindelijk, op het einde als het helemaal is uitgeschept, allemaal verstevigingen maken. Ik denk iets van plankjes of zo, zodat die wand een beetje wordt tegengehouden. Moos komt weer de boel op stijl te zetten hoor. Terwijl dit is helemaal niet handig als hij nou nu komt. Hij wil gewoon zo graag die grasjes hebben. Wat ga je nu doen? Ga je toch eroverheen? Gekkie. Jongen. Het is gewoon al 8 uur 's avonds. Ik ben denk ik al 9 of 10 uur op stal. Alleen nu nog verstevigen. Zo'n blok neer te zetten. En dan in de grond dit nog neer te zetten. Klinkt dat goed of klinkt dat goed? Ik kan niet meer nadenken jongens. Ik ben echt zo kapot. En dat dan dus bij elke trede. Maar ik doe eerst hieronder omdat dit wel het zachtste is. Ik ben kapot. Oké, die is stevig. Echt super. Ik ben denk ik super vies en ik heb denk ik ook een snor en ik heb ook zoveel gezweet. Hij is bijna af. Ik heb op het laatste punt nu de versteviging kunnen maken. Er moeten er nog 6 komen van de 8. Maar dat ga ik vandaag gewoon niet redden qua tijd, maar ook niet qua energie. Dit is de dag geworden. Kijk hoe gaaf. Ik ben er mega trots op al, dat ik dit gewoon zo in mijn eentje heb kunnen doen in nou misschien wel bijna 5 uur.
Willen jullie hem als eerste proberen? Nee, Noora is niet geïnteresseerd. Ja, net een gat ervoor. Woehoe, super. Wow, ja. Goed zo, bijna één stapje. Ja, heel goed. Wow, goed zo. Oeh, toch wel spannend allemaal. Kom maar. Ja. Wow, knappie. Wat goed van jou. Zie. Oh, oh jee, die zit niet goed vast. Roos, kom je mee? Ja, goed zo. Ja, die zit niet goed. Ja, Zen? Ga je ervoor? Wow, Hanne, wat doe je? Wat knap, wow. Wow, wat ben je knap, Zenit. Wow, alleen voor die treden moet je hem oppassen, want die moet nog repareren. Wow. Wow, goed van jou. Ik heb net heerlijk mijn nekrop gereden met Moos tijdens de zon die ondergaat. En sowieso heb ik zo nog een winactie voor jullie. Maar ik wil heel even terugblikken op wat we allemaal hebben gedaan in deze video. In het begin heb ik met Iris gewerkt aan het kieselpad af te maken. Nou, daar ben ik echt super blij mee. Het ziet er heel netjes uit. We hebben de zijkant bij het hooi opgeknapt of wat beter aangepast en geverfd. Ik heb aan de hand van mevrouw Wiebelkons post ook een snuffelhoekje gemaakt die er heel erg op lijkt. En ik heb natuurlijk net de trap gemaakt. Maar goed, een winactie voor jullie. Wil jij nou kans maken op een heel leuk hoefwijzerproduct naar keuze? Ga dan even abonneren, doe een duimpje omhoog en laat een comment achter met wat jij het leukste moment vond van deze video. Dan heb ik hier nog een hele leuke video om nu voor jullie te kijken, waarin ik eigenlijk naar deze Paddock Paradise verhuis en deze, of nou, toen was het nog geen Paddock Paradise, maar naar deze stal verhuis en hoe je ziet hoe het toen was en hoe mijn paarden voor het eerst reageerden op alles hier. En dan wil ik jullie ook heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en dan tot de volgende keer. Doei!